We spelen goede wedstrijden mee. We krijgen veel druk op de tegenstander. Ik merk dat de tegenstander een beetje moeite heeft om er doorheen te komen ook. Dat maakt het leuk. If you start like this, then of course self-confidence is growing up and this makes a lot of things easier. But the biggest mistake you can do when you are successful, and therefore it's important to keep the focus on, like we did it until now. When we do this, then I'm convinced that we can also win there. Gewoon een hele belangrijke speler voor ons. Dus ja, natuurlijk heb je hem liever erbij. Maar je weet dat dit gewoon een heel gek seizoen is. Dus we moeten hier ook gewoon mee omgaan en morgen het zonder hem doen. Ja, ik heb zelf geen klachten gehad. Ik had er wel, ja, volgens mij ongeveer 10 dagen had ik het. Het is wel heel vervelend dat je niet met de groep mag trainen, niet wedstrijd mag spelen terwijl je eigenlijk zelf niks voelt, zeg maar. Ja, klopt. Je zit thuis en je maakt om de 3 dagen doe je een nieuwe test en dan hoop je telkens dat het negatief gaat zijn. Dus dan ben je elke inspanning van wat de uitslag gaat zijn. Dus het zijn wel even spannende dagen.